Oh, wacht, dat is geen attractie. Hé, schat, is dat ook een attractie? Ja, 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 dat is altijd de laatste attractie. Ja, toch? Ja, ja. Oké, oké, oké. Yay! Vrijkantje! Oeh, lekker, lekker, lekker. Zo, nou, we hebben eentjes gevangen en we hebben lekker niets genomen. Tadaa! Nou, echt hè? Wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. En in deze vlog gaan we weer iets doen wat we weer een lange tijd niet gedaan hebben. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Valt wel mee eigenlijk nog. Ja, maar we gaan weer naar een kermis. De kleine kermis, dat is de herfstkermis of zo, hoe heet dat? Ja, najaarskermis. De najaarskermis, ja. Die is in Etten-Leur weer begonnen. Dat ligt echt op loopafstand van ons huis, vandaar dat je ons ziet lopen. Hey. Maar ja, het is nog. Ik mis een meisje. Ja. Waar is die? Ja, die is nog bij een kinderfeestje. Ah, heeft ze nou alweer een kinderfeestje? Ja, die heeft weer geluk. Die halen we op en dan kunnen we meteen zo door. Nou, is twee keer feest. Vanuit een kinderfeest naar een kermis. Ik weet niet hoe moe ze is, maar dat zien we dan wel. We gaan het zien. Maar we gaan jullie weer laten zien wat voor attracties er een beetje op zo'n najaarskermis staat hier in Etten-Leur. Het is een hele kleine kermis volgens mij. Ja, echt klein. Ja. Het is niet veel, maar het is voor Nova groot genoeg. Dus. Oké. Nou, prima. We laten het jullie zo zien. En daar is ze dan hoor, het meisje. Wat heb je nou weer in je handen? Deze en daaraan vast een ballon. Was het leuk? Ja. Ja? Nou, we hebben een verrassing voor jou. Want we gaan even de spulletjes snel thuis leggen. En dan gaan we even bij de kermis kijken. Yeah! Ja, we horen de muziek al, jongens. We zijn er bijna. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming. En nee, ik heb mezelf weer. Hoe noem je dat? Beheerst. Dat ene muntje wat Nova erin gooide, dat was een muntje wat wij vonden. Dus we hebben geen geld eraan uitgegeven. Ik weet niet of het mij gaat lukken bij deze kans. Oh ja, je loopt weer langs de geheimmachines, hè? Oh. Oeh, oh wacht, dat is geen attractie. Hé schat, is dat ook een attractie? Ja, 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 dat is altijd de laatste attractie. Ja, toch? Oké. What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. We're doing this in our own way. We come alive. Something about how it is in the moonlight, that look in your eyes, it tells.
Ben je niet misselijk, Nova? Nee? Hé, hey, maar je hebt wel een gratis kaartje, hè? Ja. Omdat ik dat ding kon vangen. Yes! Oeh, lekker, lekker, lekker. Ja, trek maar hoor. Hé, hey, een smiley. Ik zie een smiley. Hé, hey, wat heb jij nou? Wow! En die blij. Hey, nou, ze kijkt heel blij, hè? Huh? Wat doe je nou? Wat doe je nou? Hey, wat doe je nou? Huh? Nee, hey! Die boos! Nou, is ineens heel erg boos! En zijn glittertjes zijn weg. Oh jee. Ja, die gaat zeker bij jou in bed liggen. Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Een dag verder. Hé, hey, je bent er ook bij. Ja. Leuk, waar gaan we heen? Met de kermis. Huh? Maar wacht even hoor, daar waren we toch gisteren al? Ja, maar we hebben een extra kerstje gekregen. Omdat papa zo'n ding van de... Van die rugbaan, hè? Ja, precies. Gekregen. Dus nu hebben we nog eentje en daar ga ik nu in. Oh, leuk. Dan mag je gewoon alleen erin. Ja. Dat is even een bonus. Nou, dat is wel heel leuk. Dus we gaan inderdaad gewoon nog een keer naar de kermis. Laten we nog wat sfeerbeelden zien aan jullie. En dan wordt het gewoon bij elkaar weer een hele leuke vlog. En volgens mij had je ook weer wat eigen geld meegenomen. Ja, hè? Want je wilde nog graag wat dingetjes doen. Ja. Nou, en aangezien Nova al 3000 knuffels heeft, maar ze graag... Nee! Nou ja, zoiets dan. Maar ze graag nog iets met knuffels wil, toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Ja, dan zou je het gewoon van je eigen geld ook een beetje moeten gaan doen. Nou, dat vond ze prima. Dus we gaan wel kijken wat het gaat worden. Ik gok dat jij wil gaan eentjes... vangen? Ja! Yay. En touwtjes trekken. Oké, okay, nou we gaan wel eens kijken wat er allemaal gaat lukken weer. Leuk. En waarschijnlijk gaan ze nog even een drupsbaantje. Gewoon lekker weer eventjes. Mooi weer. Dus we gaan gewoon even een kijkje nemen weer. We zijn begonnen met eentjes pakken. En dat is best lastig, merk Nova nu. Best wel moeilijk. Hij is ook... Hey! Ja, aan de binnenkant draait je minder hard, zei je, hè? Hé, hey, je hebt er al één. Goed zo. Hoeveel mag je er? Hoeveel moet je er? 9. Ja, 9. Nou, dan mag je nog even door gaan vangen, hoor. Gevangen en we hebben lekker niets genomen. Tadaa! Nou, echt hè? Hé, hey, maar ik weet niet, hoeveel knuffels heb je nu? 743? 35. Zoiets hè? Jeetje, dan heb je er gewoon weer één bij. Nou, we hebben maar wel gezegd dat dit waarschijnlijk de laatste knuffel even voorlopig is, want ik weet niet, het past niet meer in je bed, denk je? Nee. Pas jij er nog bij, denk je? Ja. Ja? Ik heb nog 315 bij. Oh, nou dan komt het goed. Nou, we gaan even kijken of er nog wat leuks is om te doen. Ja. Toppertje. Heeft die hond wel betaald? Ja! Oh, oké. Okay.
volgers van jullie die mij al langer kennen weten mijn zwakte op de kermis. Oftewel beertje graaien, de Lucky Cranes. En ja, ik had nog 2 euro over en toen dacht ik, ja, die 2 euro die kunnen we wel gebruiken om in ieder geval eventjes dan een keer te graaien. Maar nou waren er ook automaten met maar 50 cent per keer om te graaien van die kleine knuffeltjes. Dus ja, 2 euro omgeruild voor 4 muntjes. Nou, en kijk, hier is Nova. Nog een keer. Wat? Kijk nou. En vertel eens hoe die ene ging, deze. Die hakt mama per ongeluk op de rand en die ging zo. Oh ja, er zat een beetje mazzel bij. De eerste had ik niet. Toen de tweede was eigenlijk die witte knuffel, die was eerst. Die kwam toen gelijk al erin. En toen had ik dus inderdaad de derde. En die had ik op het randje. En wat zei je, Nova? Toen ging die zo. Plop. Nou, we hadden hem niet verwacht. Het was een beetje mazzel. Ik had hem eigenlijk met het randje op het knuffeltje te pakken. En omdat hij bij de rand lag, lifte hij hem omhoog. En hij valt zo eigenlijk zo het gat in. Ja, hij ging echt zo wiep, poef. Dus ja, nou is het ook mijn schuld. Ik zei net al, nu heb je volgens mij wel genoeg knuffels. Nee. Ja, nou, nu zijn er dus nog 2 bij. Maar ze zijn wel klein. Dus dat is dan wel weer een goede compromis. En een grote. En een grote. Nou, dat was in ieder geval weer een goede opbrengst zo. Voor die 2 euro. En dat was voor ons weer het rondje kermis. Nova helemaal alleen in die, ja wat zullen we hem noemen, een soort van rupsbaan die zo rondjes draait. Achteruit rondjes draait. Echt als ik er naar kijk word ik al duizelig en misselijk. Maar Nova die zit er eigenlijk gewoon met haar arm omhoog lekker rustig in. En ja, die hadden we dus gewonnen natuurlijk hè, gisteren. Omdat Dennis dat soort, die extra prijs die won. Dus ja, Nova kon er lekker nog een keertje in. Dus we hebben gewoon een paar kleine dingetjes weer gedaan. En gaan nu weer op huis aan. En dan kijken we even of we ergens deze dagen nog een klein momentje langs de kermis gaan om nog wat shotjes te maken. Ja, en anders is voor nu in ieder geval heel duidelijk en dat we een hele leuke middag hebben gehad. Nou, waarom staan hier allemaal auto's? De kermis is weg. Ah, is de kermis weg. Ah, maar ja, gelukkig zijn wij... Nog geweest. 2 keer zelfs, hè? Ja, wat goed. Hé, hey, en nu heb je lekker eierkoekje. Nou, eet smakelijk. Ja. Maar wel jammer inderdaad. De kermis is weer helemaal weg. En er staan weer gewoon auto's. Nou, zoals jullie dus zagen, zijn we niet nog een keer geweest. En uiteindelijk is 2 keer natuurlijk ook meer dan genoeg. Dus ja, dan ga ik nu bij deze de vlog afsluiten. Nova vond het enorm leuk, zei ze. Is vooral heel blij met haar 4 nieuwe knuffels. Misschien allemaal nog even een naampje bedenken voor de knuffels en zo. Maar in ieder geval vond ze het heel erg leuk. En ik vond het vooral heel stoer dat ze alleen in die soort van... Ja, wat was het? Rupsding dat zo ronddraait met dat ding eroverheen zo. Dat ze daar alleen in durfde. Ik vind het heel stoer. Ik hoop dat jullie hier een leuk beeld hebben gekregen van de kermis hier op de Leur. Zoals ze dat dan noemen. De kleine najaarskermis. Ik ga de vlog nu afsluiten. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, vergeet dat even niet te doen. Hieronder klik op dat knopje. Zou heel leuk zijn. Laat ook eventjes een blauw kermisduimpje achter. En dan kan ik niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Wat denk je? Gaat het goed?